van de Ronde van Ommen 2022. Rijden maar kerels, daar gaat hij dan. De allersterkste elites, de allersterkste beloftes en de allersterkste amateurs hier van de regio en Nederland. De volle bak rammen, dat is wat we hier doen. Hoppakee, Robin Leuwik, hij steekt het blond in het kruidvat. Hij krijgt Emiel Jansman uit Hellendoorn dan nog met zich mee. En zit de rest van het peloton hier nog bij elkaar. Schulting, hoppakee, Jansman met 25 zien we hier dan ook nog eens. De bel voor het eerste drie ronde klassement hier voor deze groep. Ophalen, tweede doorkomst en dan bellen we nog één keer. Voor punten, de laatste keer voor de punten. Ja, daar is hij weer hoor. Björn Bakker voor de NWVG uit Groningen. De man verdeelt Schulting en Baak op kop hier. En dan rijdt een auto tussen, komt de rest van de mannen hier op rijden. Alles om alles en dat gebeurt hier dan ook. Met op kop Peter Schulting. Zie je dan nog als achtste door. En die mannen rijden hier dan met elkaar op 30 seconden voorsprong. Peter Schulting komt er dan aan. Jort Baak, Robin Leuwik. Achterstand op dit moment dan 35. Ja, blijft 35. 36, 35 seconden voor jullie hier in die schitterende. Peter Schulting, hij leidt met 6 punten de leidersprijs. Op de... Bas Smit, dankjewel dat je hier was. Fantastisch dat je de moeite nam. De kopgroep is bijna een minuut hier. Foosje zit er nog bij. Lip en met 16 vol. Welkom in de finale van de Ronde van Ommen. Peter Schulting die is demareerd. Eens even voelen. Wat doet de rest? Hoe goed zijn ze nog? Zitten ze te acteren? Doen ze de tanden op elkaar? Of hebben ze nog heel veel over? Geen aanvallen. Van achteruit, daar komt hij nog maar een keer op. Peter Schulting probeert dat. Is de vogel gevlogen, Schulting. De vorige ronde, kijk eens, en dat is echt geen lach. En moet je hem er toch eens achteraan zien rijden. Wat fantastisch hier, Frits Biesterbos samen met Tim Nederlof. Ja, dan is de werk aan de winkel voor Bakker en Robin Leuwik. Peter, 13 seconden voor jou, blijf rijden. 13 seconden, Peter Schulting. Met meer dan een halve minuut voorsprong. Daar komt hij dan, de winnaar van de Ronde van Ommen, Peter Schulting. Peter daar het schavot op. Maar voorlopig lijkt het erop dat Robin Leuwik hier de tweede plek vandoor gaat. En Björn Bakker wordt dan derde. Jort Baak, daar komt hij binnen. Nederlof, wat heeft hij dat goed gedaan? Peter Schulting! Ronde van Ommen en Peter Schulting. Dat gaat goed samen. Ja, dat is een leuke combinatie, dat blijkt wel. Ja, ja, tweede keer dat je wint. Ja, twee van de drie deelnames inderdaad. Dus ja, heel blij mee natuurlijk. Ja, je was ook initiatiefnemer van gelijk af vertrekken naar de stad. Ja, het was heel snel gebeurd inderdaad. Ik denk na een halve ronde dat we met 8 man wegreden. En ja, dat was het dan ook. Ja, was dat een vooraf bedoeld plan? Nee, weet je, meestal is bij een criterium duurt het een stuk langer voordat er een kopgroep wegrijdt. Maar goed, het is wel een vrij technisch rondje en ja, als je dan eenmaal een gat hebt en draait goed, dan blijf je toch vooruit. Toen we op een gegeven moment 20 seconden hadden, toen dacht ik wel van dit kan wel eens een slag worden. Er was eigenlijk geen onenigheid en iedereen deed zijn beurtje en dat was hartstikke goed tot rond of 10 voor het einde. Toen ging ik het maar eens proberen. Ik had het een aantal keer geprobeerd en ik denk dat de derde of vierde keer dan toen was het raak. Ja, maar je had nog een ploegmakker, hè? Ja, dat helpt wel. Ja. Jort Baak die heeft afgestopt en... Ja, zo doen hè. Je fietst individueel, maar toch is het op die manier wel een teamsport. Ja, hoe doe je dat eigenlijk, afstoppen? Ja, gewoon langzaam op kop rijden en niet overnemen bijvoorbeeld. En dan die anderen moeten maar wat proberen, dat deden ze niet. Die konden niet meer, denk ik. Ja, je wil ook natuurlijk niet eigenlijk het gat dichtrijden met iedereen in je wiel. Want jij dan ben je zelf ook kansloos. En ja, dat is dan de tactiek en het spelletje wat wielrennen zo leuk maakt. En toen was het een tijdrit van zeg maar 4 kilometer. Om en nabij, wat zal het zijn? 6-7 kilometer denk ik inderdaad. Maar ja, dat raffel je dan nog even af. En het laatste rondje, hoe ging die? Net als die andere rechts. Dan weet je al dat je gewonnen hebt. Ja, tuurlijk, anders is het wel even genieten. Ja, ja. Ja, dan doe je wat rustiger aan en... Ja, dat is extra genieten. Twee keer, dat moet natuurlijk ook een derde keer worden. Dus volgend jaar moet je weer op die deelnemers lezen. Ja, die kans bestaat natuurlijk dat ik weer mee ga doen. Maar goed, we zien het volgend jaar. We gaan evalueren met z'n allen en dan kijken we hoe het volgend jaar gaan doen qua wedstrijd. Tevreden na de wielerronde van Ommen? Ja, het is een geweldige dag geweest. Veel publiek, daar ben ik heel tevreden over.
En in mijn optiek hebben we met de dikke bandenrace voor de kinderen en de loopfietsenrace een mooie basis gelegd voor het wielrennen. En Ommen weer goed op de kaart gezet. En dan een goede winnaar bij de grote wielerronde. Ja, weet je, Peter is secretaris van onze stichting wielerronde. Hè? Maar Peter is gewoon, dat weet ik ook als bezoeker van veel wielerrondes, is ook een fijne wielrenner om naar te kijken. Peter Schulting is heel sterk in alleen fietsen en in sprinten. En dat hebben we vanavond ook gezien. En ja, de discussie gaat daarvan, mag iemand uit de organisatie de wielerronde van Ommen winnen? Dan zeg ik, als je op zo'n manier wint, heb je hem met glorie verdiend. Ja, meneer gooide de knuppel vanaf het begin in het doen, we moeten volgende week maar eens een gesprekje met de voer hoe die dat volgend jaar gaat doen. Want daar moeten de andere jongens ook wel een beetje mee laten komen, zegt Jan. Maar hij heeft het gewoon verdiend. De laatste 10 ronden heeft hij er echt voor gefietst. Met zijn achterweg gelijk al aan het begin. Ik had liever gehad dat ze bij elkaar gebleven waren, dat ze wel gevochten hadden voor die eindsprint. Maar ik heb ook in de gastenauto een rondje meegereden. En ja, die wethouder Parijstraat, maar ook het laatste bochtje, waar ja, een kleine veldpartij weg, wat gelukkig heel goed is afgelopen. Maar het bochtje van de Shell naar de Vechtkade, Juliaanstraat Vechtkade, ja, dat is krap aan, hè? Nou, gelijk weer beginnen met de organisatie voor volgend jaar? Ja, er zijn twee dingen, hè. Dat is zeker voor volgend jaar kijken, want we moeten maar zien dat we de vrijwilligers en de sponsors bij elkaar houden. En het tweede is, dat heb ik vorige week al gezegd, ja, mijn droom is nog steeds een mooie criterium of een omloop van Ommen.